Een hele goede middag op deze woensdag. Ik moet even kijken welke datum het is. Het is 22 maart. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik geniet nog even van het weer. Het is buiten gezellig. Het is donker. De regen hangt in de lucht. En ik vind dat heel gezellig. Het is officieel lente. Ik heb daar heel niet meer bij stilgestaan. Dat was het dus gisteren al. Ik heb het ergens wel gehoord hoor. Maar toen hoorde ik het gisteravond weer even in het nieuws dat het dus officieel lente was. Toen dacht ik, oh ja, dat is vandaag. En ik ga nu eigenlijk een beetje de slechte tijd in. Ik ben echt een persoon voor de herfst. Ik hou van de herfst. Van de regen die gezellig tegen de ramen tikt. Het vroege donker vind ik heel gezellig. Ik vind het heerlijk om aan het eind van de middag lekker onder de douche te stappen. Een makkelijke kleding aan te doen. En of dat nou een pyjama is of gewoon lekker een joggingsbroek met een lekkere warme trui. Dat maakt niet uit. Net wat je fijn vindt. En dan s'avonds lekker onder een deken te zitten met een warm kopje koffie of net waar je van houdt. En aanstaande zaterdag gaat die klok natuurlijk, of van zaterdag op zondag gaat die klok natuurlijk weer een uur vooruit. En ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk dat het weer een uur langer licht is. Dat je weer een uur langer met het buitenlicht zit. Ik hou daar gewoon niet van. En ik ken eigenlijk niemand die dit niet fijn vindt. Want eigenlijk van heel veel mensen hoor je alleen maar, oh, ik vind dit zo heerlijk. Het is weer langer licht. En kijk, ik kan ook wel snappen als je bijvoorbeeld hobby's hebt die je buiten doet. Dat het fijn is dat je die misschien weer kan uitvoeren. Omdat de temperaturen weer wat hoger komen te liggen. Ik bedoel, hè, misschien heb je als hobby fietsen. Dan kan het heerlijk zijn dat je weer wat langer kan gaan fietsen of zo. Maar nee, ik heb er echt helemaal niks mee. Ik heb altijd heel erg veel moeite met deze tijd van het jaar. Maar goed, daar moet ik maar eventjes weer doorheen. Maar ook gewoon het idee dat je misschien weer zo'n hele hete zomer tegemoet gaat. Het trekt me gewoon allemaal niet. Maar ja, je doet er niet zo heel veel aan. Ik heb gisteravond de serie gekeken. Volgens mij was het Arcadia. Ik moet zeggen, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ervan vind. Het is heel erg in de toekomst. Auto's die hebben geen nummerplaten, maar streepjescodes. Dus voorop de auto zit een streepjescode. Waardoor zo'n auto dus uitgelezen wordt wie de eigenaar is. Ze hebben chips in hun handen, waardoor je dus eigenlijk geen identiteitskaart nodig hebt. Omdat die chip zeg maar aangeeft wie je bent. En dan gaat het ook nog eens over scores en dat soort dingen. Ik vond het allemaal best wel vaag. Ik weet niet of het echt een serie is die ik wil gaan volgen. Want ik vond het toch allemaal wel heel vaag en vreemd. Ik heb daarna nog eventjes gegamed. Toen heb ik de vlog verder afgemaakt en de foto's bewerkt. Toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie die nu toch wel steeds spannender wordt. In het begin was het allemaal wel een beetje vreemdachtig. Maar het is ook wel leuk, want ik ken deze actrice die hierin zit. Die ken ik al uit een andere serie. En er zit één man in en die komt me heel bekend voor. Maar ik ben er nog niet achter waar ik die uit zou moeten kennen. Het is trouwens ook een Spaanse serie volgens mij. Of Braziliaans, zoiets. Dus dat is op zich, ja, het is toch wel een serie die ik wel leuk vind. En daarna heb ik nog even Videoland gekeken en mijn boek gelezen. En die ga ik vanavond uitlezen. Vandaag op de planning. Nou, ik heb de bordenkast schoongemaakt. Dat zal ik jullie eventjes laten zien hoe dat er dan ook bij staat met de nieuwe borden. En ik wil eventjes die spray, zeg maar, die tapijtreiniger gaan proberen. Want ik heb toch wat vlekken erop zitten. Omdat de katten bijvoorbeeld net een keer hebben overgegeven op mijn kleed. En dat maak ik altijd direct schoon. Maar er zit toch wat vlek op. En ik ben toch heel benieuwd of die eruit willen. En verder ga ik gewoon even de woonkamer doen. En daarna nog even bullet journalen. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. Ik zal jullie nog wel eventjes meenemen met het schoonmaken van het kleed. Om te kijken of dat die spray dus daadwerkelijk werkt van de Aldi. Dus ja, ik ga even water maken, muziek aanzetten. En dan ga ik eventjes aan de gang.
even beloofd de bordenkast te laten zien. Nou, die ziet er dan zo uit. Ik heb hier dus nu de platte borden, hier de kleine bordjes, normale borden, ronde borden. Ik heb dan hier wel eventjes deze opgezet. En daarachter staan de kleine schoteltjes soepkommen. En dus hier nog, daarachter dus de kleine bordjes de soepkommen. En dus daar nog mokjes. Misschien dat ik met de tijd nog eens een keer bij de Wieber kijk of ze een verdeler hebben of zo, wat makkelijker is. Maar voor nu vind ik het wel even heel mooi. Nou, ik heb even de reiniger erbij gepakt. Het is me inmiddels duidelijk hoe dit werkt. Het stond achterop, dus dat ga ik nu eventjes proberen. Ik ga eerst even het kleed heel goed afstofzuigen en daarna ga ik hem eventjes hier dus mee doen. Dus ik ben heel benieuwd of dat het werkt. Je kunt hier bijvoorbeeld best wel wat vlekken zien zitten. Dus ik hoop dat ik die straks gewoon wegkrijg. Maar dat gaan we dus straks zien hoe het eindresultaat wordt. Zoals je kan zien, zie je helemaal niks meer van de vlek die er zat. Dus dat werkt wel echt. Het is natuurlijk nog een beetje nat, maar je zag hier heel duidelijk de vlekken. En je ziet echt dat dit spul echt heel goed werkt. Dus ik ben er wel heel blij mee. Wat een uitkomst is dit, jongens. Gewoon, het vloerkleed is weer vlekkenvrij. Hoe lekker is dat? Zo, de laatste brokjes worden weer even opgepeuzeld. Dus dat is altijd wel weer fijn. Tijger was alweer klaar. Zat je vol, Tijger? Denk het wel. Wat ben ik enthousiast over die tapijtreiniger. Ik was eerst nog wel aan het twijfelen of ik hem ook zou kopen. Maar uiteindelijk ben ik heel blij dat ik hem gekocht heb. Ik zie gewoon echt groot verschil. Want die vlekken die er zaten zijn gewoon echt weg. Het is eigenlijk heel simpel. Je moet even een gaatje maken zeg maar in de ceiling. Dan moet je het dopje er weer opdraaien. En dan moet je knijpen en dan komt het uit het sponsje. Zo komt het op je vloerkleed en dan kun je dus met dat borsteltje wat erop zit het heel goed insmeren. Dan moet je er 3 minuten wachten en daarna moet je het nog even nadoen met een doek. Maar het ruikt gewoon ook heel lekker. En de vlekken zijn er ook gewoon echt weg. En omdat het ook wel maskeert voor huisdieren. Ik vind het echt heel goed, want ja, ik heb nu gewoon eigenlijk weer een hele vlekvrije kleed. En ja, ik ben daar eigenlijk heel enthousiast over. Het is denk ik niet standaard in het assortiment. Het is wel jammer, want het is echt wel goed spul. Maar als die leeg zou zijn, zou je er zelf natuurlijk ook wel wat kunnen maken. Waardoor het ook goed reinigt. Ik weet natuurlijk niet wat voor spul ze hiervoor hebben gebruikt. Of ze moeten gewoon zo'n fles misschien nog eens los gaan verkopen zonder zo'n dop erop. Kijk, dan kun je gewoon die kop kun je hergebruiken. Maar ik ben heel enthousiast. Ik vind het echt top spul. Ik heb lekker nog even in mijn bullet journal gewerkt. Wat dingen geplakt en... nou ja, dat was ook wel lekker. Nu ga ik zo even lekker relaxen. Want ik ben blij dat de woonkamer weer lekker schoon is. Het ruikt allemaal zo fris. En ik had gisteren mijn kleed gewassen. Want er was dus toch op gespuugd. Ik had hem in de wasmachine gestopt. En ik kon aan dat kleed blijven ruiken. Want die stip en streep. Oh, wat is die lekker. Ik zat de hele tijd, het liefst had ik dit kleed in mijn handen genomen. En hem bij mijn neus gehouden. Omdat ik de geur zo lekker vind. Ja, echt, echt top spul. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je weer Steenrijkstraat Arm een nieuw seizoen. Dat ga ik kijken. Ik denk ook nog wel eventjes gamen. Dan ga ik eventjes een thumbnail maken voor de vlog en mijn blogpost schrijven. Dan ga ik eventjes lekker mijn Netflix serie kijken. En daarna weer eventjes Videoland en lekker mijn boek lezen. Die heb ik dan uit en dan kan ik ook nog wel een nieuwe uitzoeken. Want deze is echt nou... Dit duurt niet heel langer voordat hij uit is. Ik denk dat ik ook nog wel een nieuwe uit kan zoeken. Dus dat is eigenlijk mijn planning voor vanavond. Verder ga ik ook niks bijzonders doen. Dan lekker straks in mijn makkelijke pakje op de bank. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 23 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zometeen boodschappen doen en ik moet even naar de Action, want ik heb zondag een verjaardag, dan moet ik even cadeautjes voor halen.
Ik weet gelukkig al wel een beetje wat ik wil hebben. Het is alleen een beetje de vraag wat ze gaan hebben. Dus dat ga ik even zien. Dus dat is voor vandaag de planning. Ik heb gisteravond gekeken naar Steenrijkstraat Arm. Wat een hele mooie uitzending was. Maar deze dame, zeg maar, uit het rijke segment, die deed ook iets met plastische chirurgie. Daar adviseerde zij mensen in. Ik vond het zo zonde, want het was best wel een hele mooie vrouw. Maar ze had zelf ook wel hier en daar wat botox laten doen. Ik vond het eigenlijk zo zonde van zo'n vrouw. Want je zag ook echt foto's hangen van toen ze nog helemaal natuurlijk was. En dat vond ik dan veel mooier. Ja, ik heb daar zelf niet zo heel veel mee. Maar ja, ik vond het best wel jammer. Ik vond het echt een beetje zonde. Maar wel een hele mooie uitzending. Deze mensen deden ook de verwarming heel laag. In verband met de stookkosten. En daar wilden zij dan heel graag nog bij helpen. Het is wel echt een hele mooie uitzending. Dus daar heb ik wel van genoten. Daarna heb ik nog eventjes gegamed. Toen ben ik een thumbnail gaan maken voor de vlog. Heb ik mijn blogpost geschreven. Toen ben ik lekker een Netflix-serie gaan kijken die nu super spannend eindigde. Ja, dat is altijd zo. Dan moet je weer wachten. En daarna nog eventjes Netflix, of Videoland, sorry, heb ik mijn boek uitgelezen. Dus ja, eigenlijk wat dat betreft een prima dagje of avondje. Ik ga even stofzuigen, eventjes de boodschappentassen pakken en dan ga ik straks de deur uit. Ik neem jullie nog wel even mee naar de Action en dan zie ik jullie sowieso weer als ik terug ben. Ik zal jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Het was nog heel schattig. Ik was bij de Plus. En er was daar een mevrouw en die had een potje appelstroop nodig. Het was al een iets oudere mevrouw. Zij zegt van, zou jij voor mij zo'n potje appelstroop willen pakken? Dus ik zeg, ja, tuurlijk. Dat potje zat helemaal onderin. En was ook nog eens helemaal achterin. Dus ja, ik kon dat natuurlijk makkelijker bijgooien voor mevrouw. Maar ik vind dat altijd wel schattig dat mensen dat dan vragen en dat je daarmee kan helpen. Dus dat was wel heel leuk. En ook bij de Action geweest, dat komt uiteraard de shoplog van online. Ik heb nu gekocht Kattenvoer. Ik kwam er gisteravond achter dat mijn koffiepads voor de cappuccino op waren. En het was nu 2 voor 5 euro bij de Plus. Daar heb ik ze dus meegenomen. Zo is dat gebarren. Hier even de opschuimmelk. Shootjes. Een kipfiletje. Ja, ik vind een kipfiletje best lekker. Kipfilet is natuurlijk best wel duur, maar af en toe dan mag ik het van mezelf wel een keertje. Chocomel. Spekjes. Slavinken. Frikandellen. Een broccolietje. En weer even de oogmake-up remover. Die is heel fijn. Even de andere tas pakken. Oh. Ouch. Af en toe denk ik. Uiteraard weer de bonen. Ik heb eventjes weer de vloeibare zeep gehaald. Daar dweil ik tegenwoordig mee. Mijn toetjes. Het was niet zo handig om die onderin de tas te leggen. Maar het is goed gedaan. Zakje patat. Aardappeltjes. En een kaart voor de verjaardag zondag. Die moet ik eventjes opleggen om een beetje te trekken. En nog een pakje shawarma. En dat was het.
ga dit mooi even opruimen. De katten hebben net gegeten. En dan ga ik eventjes lekker relaxen. Vanavond ga ik weer het roer omkijken. Dat wordt denk ik nog wel bijzonder, want het is met jongeren. Dus ik ga dat wel eventjes zien. Ik ga denk ik nog even gamen. Foto's bewerken. Netflix serie kijken. En weer verder met mijn Videoland serie. Daarna ga ik een nieuw boek uitkiezen. Dat wordt verder ook de avond niet heel spectaculair, maar goed. Eerst maar weer eens even de boodschapjes opruimen, want dat is ook altijd weer een ding. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik heb nu verder toch niks meer te melden of te doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 24 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een video opgenomen voor jullie. Dat was wel fijn, want die wilde ik opnemen. Het was een make-up video, dus nou, dat is allemaal weer gelukt. Maar ik ben even zo confused, want ik werd dus wakker. En volgens mij sta ik nog een beetje ingezoomd. Ja, ik zie het al. En ik werd wakker en dit was het resultaat op YouTube. Ik ben in één dag naar de 774 abonnees gegaan. Ik dacht echt, hoe dan? Gisteren had ik er nog 764 en dan word je wakker en dan zijn dit je aantal abonnees. Hoe cool is dat? Echt super leuk. Gewoon ja, ik ben helemaal verbaasd, heel blij, heel dankbaar. Super leuke reacties gehad ook op de nieuwe camera die ik heb gekocht. Dat het beeld zoveel beter was. En ja, het is voor mij nog steeds wel een beetje wennen en spelen met de instellingen. Maar daar kom ik na verloop van tijd ook wel uit. Ik ben er in ieder geval heel blij mee en ik ben heel dankbaar voor al jullie lieve reacties. Ik heb gisteravond het roer omgekeken. Ik vond dit toch een iets mindere uitzending als normaal. Het was allemaal een beetje vaag. Het waren eigenlijk drie mannen. En twee van die mannen die waren met elkaar getrouwd. En dan gingen ze met één vriend gingen ze dus naar het buitenland om een café te openen. Maar hun huurde dat café dus eigenlijk van een Nederlandse eigenaar. En dan gingen ze dan ook dragshows opvoeren. Want hun waren dan ook drag queens, zeg maar. Nou ja, ze hebben de opening gehad. Er was eerst dan een heel gedoe, want de moeder van een van de jongens overleed. Toen ging dat koppel, die dus met elkaar getrouwd was, dat huwelijk zou ineens voorbij zijn. Later kwam hij toch weer terug, die man. Maar dan had hij weer niet zoveel met dat café te maken. En uiteindelijk heeft die eigenaar gewoon de stekker eruit getrokken. Dus ik vond het niet... eigenlijk, het was niet heel spectaculair. Ze wilden wel absoluut blijven waar ze zaten. Ze hebben uiteindelijk gewoon allemaal een baan gezocht. Maar nee, ik vind het normaal toch wel leuker als ze ook wel echt gasten ontvangen en zo. En dan, ja, zoals met zo'n kroeg. Eerst moesten ze ook met z'n drieën op een heel klein flatje wonen. Ik denk, nou, dat gaat helemaal niet goed. Dat wordt straks ruzie tot en met. Ik vond dat toch niet zo heel geslaagd. Voor de rest heb ik nog eventjes gegamed. Toen ben ik lekker mijn Netflix serie gaan kijken. En jongens, even... Nee, nog helemaal niet. Ik heb eerst mijn foto's bewerkt en toen ben ik Netflix gaan kijken. En het is inmiddels zo spannend. En op een gegeven moment dacht ik... Oké, deze persoon is niet te vertrouwen. En dan kwam ik gisteravond ineens, kwam dat in me op. En dan blijkt dat te kloppen. En dat heb ik de laatste tijd best wel vaak. Ook bij flikken bijvoorbeeld. Dan denk ik ineens, ja, maar jij bent helemaal niet te vertrouwen. En dan klopt dat. Dat is soms best wel gek. Maar oké. Het is op zich een hele spannende serie. Ik denk dat ik vanavond de laatste aflevering heb. Dus ik ben daar wel heel benieuwd naar. En ik heb nog even Videoland gekeken. En ben in een heel leuk nieuw boek begonnen. Dus dat was super leuk. Ik heb een pakketje binnen, want ik heb een nieuwe pyjama gekocht. Die ga ik jullie even laten zien. Ga ik daarna even stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik even de cadeautjes klaarmaken. Want ik moet dus een kaart schrijven, cadeautjes inpakken. Want ik heb zondag een verjaardag. En zal ik ook even dat cadeautje laten zien wat ik voor lente had gekocht. Ik laat natuurlijk ook even de cadeautjes zien. Ik laat ze ook nog in de Action Shop nog zien. Dat heb ik net al even opgenomen om te laten zien. Dus die beelden komen nog terug. Maar dan heb je gewoon een kleine sneak peek. Dus dat is even voor nu wat ik ga doen. Mijn nieuwe pyjama komt bij Bonprix vandaan. Ik heb er al eerder een pyjama gekocht. En ik heb laatst ook al een pyjama van de Aldi. Die had mijn moeder voor me meegebracht. Maar ik moet heel veel pyjama's weggooien. Want heel veel pyjama's van mij die zijn heel oud. Die moeten gewoon echt weg. En ik heb eigenlijk heel weinig pyjama's met een broek. En ik kwam nu wel weer een leuke tegen.
ik helemaal vastgeplakt. Oké. Dat is deze pyjama met een kat erop. Met een kat met een kroontje, zeg maar. Vond ik wel heel schattig. En er hoort dan deze broek bij. Ik heb hem in maat 36-38. Maar dat vond ik wel heel fijn. Ik heb al een pyjama van Bonprix. Ik moet wel zeggen, deze broek is wel heel breed. Maar op zich voor een pyjama broek is dat helemaal niet erg. Ik heb al zo'n pyjama van Bonprix. Die bevalt eigenlijk best wel goed. Maar ik vond dit printje gewoon heel leuk. En de pyjama's daar vallen op zich ook wel mee hoor, qua prijs. Dus ik dacht, nou, dan ga ik die maar gewoon kopen. Want dan heb ik in ieder geval weer wat erbij. Dan kan ik het gewoon met de tijd gewoon eens een beetje aanvullen. Maar deze moet uiteraard eerst even gewassen worden. Ik moet ook even passen. Maar ik ga ervan uit dat dit gewoon past. Want het is mijn standaard maat. Dus die had ik binnengekregen. Ik ga nu eerst even stofzuigen. En dan ga ik jullie zo eventjes meenemen bij het inpakken van cadeautjes. De koffie moet zo ook even opgeruimd worden. Want ja, die stond open. Daar heb ik gisteravond een pet van gepakt. Nu ruik ik elke keer de koffie als ik in de keuken kom. Dat ruikt wel heel lekker. Maar het is natuurlijk beter om de pets eventjes in een busje te doen. Dus dat ga ik zo ook eventjes doen. Nou, ik weet dus niet of ik het had verteld, maar ik heb dus een verjaardag van een vriendin van mijn vader. En daar heb ik dus wat dingetjes voor gehaald. Ik heb een mandje gehaald, deze. Een mokje. Een handcreme. En een puff. En daar doe ik dan nog een Milka-reep bij. En deze leuke kaartjes die ik had gekocht. En voor lente had ik dus deze gekocht. Bij de Zeeman. Een haarbandje van Peppa Pig. Hij is helemaal weg van Peppa Pig. Dus ik dacht, nou, dat is wel leuk. En die kost echt bijna niks. Dus die ga ik ook even leuk voor haar inpakken. Dan krijgt ze die ook van het weekend. Dus hier ga ik even een leuk pakketje van maken. Zo. Zo is het pakketje dan geworden. Ik vind het wel leuk geworden. Ik heb het mandje dan gewoon niet ingepakt. Ik denk, doe het gewoon zo. Kaart erin. Alles erin. Dus ik denk dat het wel een leuk geheel is. Zo. Dit is het kleine mini pakje voor lente. Het is heel klein uitgevallen. Maar ach, maakt haar niet uit. Weet je, het is leuk dat ze een cadeautje krijgt, denk ik. Maar ik vind het in ieder geval wel heel leuk. Dus het kan dan zondag zo mee. Zo, mijn accu is leeg van mijn camera, dus die is nu aan het opladen, want ik kon niks meer filmen. Maar dat kan ook wel kloppen, want ik heb natuurlijk het een en ander wel gedaan. Ik heb het video ermee opgenomen, nou jullie meegenomen het inpakken van de cadeautjes, dus op zich is het ook wel logisch. Maar die ligt lekker aan de opladen. Ik moet er gewoon ook even aan wennen, want ik had bij die vorige camera had ik gewoon het geluk dat ik twee batterijen had. En dan kun je wel een batterij erbij kopen, maar ik weet niet of je ook hier echt los opladers voor hebt. Want deze camera die laad je dus op in een snoertje. In de camera zelf. En mijn vorige camera die had een batterij. Die kon ik gewoon in een batterijoplader stoppen. Maar het is wel het voordeel. Je kan deze camera wel opladen terwijl je filmt. Dus je kan wel het snoertje aanhangen. Dat kon bij mijn allereerste camera ook niet. Maar goed, hij ligt nu lekker op de oplader. Dus morgen is hij weer vol. De katten hebben nu net lekker hun eten op. Ze zijn even aan het nasmikkelen van de laatste dingetjes. Maar ik ben op zich wel lekker productief geweest. Nou ja, video dus opgenomen, cadeautjes ingepakt. Ben ik wel blij mee dat dat klaar staat. Toen heb ik nog eventjes mijn blogboek bijgewerkt, want er was niet veel werk. Ik hoefde alleen even bij te schrijven wat ik deze week had gedaan. Toen ben ik nog even naar boven gegaan. Toen heb ik boven nog eventjes wat dingetjes gedaan. De boodschappen opgeruimd en dat soort dingen.
Even de hamsters op zijn plek gezet. Want ik had hier dus eigenlijk in de wintertijd had ik Harry Hamster beneden staan van de Albert Heijn. Maar die heb ik nu naar boven gedaan, want de winter is voorbij. En dat is echt een winterhamster, want die heeft een muts op en een sjaaltje om. Dus die heb ik weer boven neergezet. Maar ja, voor de rest ben ik wel tevreden met wat ik heb gedaan. Eigenlijk toch nog best wel productief geweest. Maar ik ben in ieder geval wel blij dat de cadeautjes zijn ingepakt en dat soort dingen. Weer een haartje aan die lipgloss. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen, eten. Vanavond is het weer tijd voor Flikker Maastricht. Super veel zin in. Ja, ik word daar gewoon altijd heel blij van. Dus dat is super fijn. Dan ga ik... denk nog even gamen. Dan moet ik de video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Dan ga ik verder met mijn serie. Ik ga heel even checken of ik al de laatste aflevering heb vanavond. Even op de iPad kijken, want daar heb ik de app. Even kijken. Waar ben je app? Ik kreeg trouwens wel wat comments dat jullie misschien het glas nu in mijn bril zien van het raam. Misschien moet ik een andere positie gaan aannemen om te gaan zitten. Maar met het opnemen van video's zit ik eigenlijk wel dat ik echt zo precies in het licht moet zitten. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Maar ik probeer dat op te lossen. Eventjes kijken hoor, of dit de allerlaatste aflevering is. Dat zou ik even doen. Ook even fijn om te weten hoe lang die duurt. Ja. De allerlaatste aflevering. Ah, het duurt ook maar 42 minuutjes. En daarna ga ik weer eventjes kijken naar Incognito op Videoland. En dan ga ik lekker mijn boek lezen. Dat wordt verder ook de planning. Ik ga jullie dan gewoon lekker morgen weer zien. Want ik ga even de cadeautjes veiligstellen. Want dat plastic dat is natuurlijk hartstikke leuk om aan te knagen. En ja, dan ga ik even lekker relaxen. Dus ik zou dan bij deze even zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 25 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik zit dus nu even in een andere hoek. Want ik kreeg gisteren al de opmerking... donderdag de opmerking dat je heel erg het glas in mijn bril ziet. Dat klopt, dat heb ik nu gisteren met editen ook weer ondervonden. Dus ik probeer nu een hoek te vinden hoe ik dat een beetje kan tegenhouden. Maar ik weet, het is een beetje lastig. Want ik heb dus speciaal glas in mijn bril zitten. Ook met een blauw licht erin. En ik zie dus ook letterlijk als ik 's avonds mijn tanden sta te poetsen in de douche en ik heb de lamp aan, zie ik ook die lamp in een blauwe licht zo in mijn bril verschijnen. Dus ik weet niet zo goed hoe ik dat nog moet oplossen. Maar ik doe mijn best. Dus ik zit nu even in een andere hoek. Maar als ik zo even naar mezelf kijk in het scherm, lijkt het erop dat het nog steeds een beetje zichtbaar is in de bril. Ja, dat is gewoon even wennen met deze camera. Omdat die zo goed gefocust is en zo goed is. Ik heb gisteravond ook even de beelden van de video die ik gisteren heb opgenomen zitten terugkijken. Toen dacht ik echt, wauw, wat een verschil gewoon qua beeld en zo. En ja, het is allemaal zoveel beter. Dus ik doe heel erg mijn best hiervoor, maar het is voor mij ook nog een beetje spelen met hoe ik dat moet doen. Kijk, want op welke hoek ik ook zit, het maakt het lastig. Het kleed ligt er trouwens nog op, maar tijgertje en muis liggen erop. Gisteravond is het gebeurd. De Senseo is ermee opgehouden. Ik had al een beetje verteld dat ik daar problemen mee had. Toen kreeg ik van een van jullie een tip dat je de pethouder kon uitspoelen. Dat heb ik ook gedaan. Maar het probleem bleef helaas. En gisteravond dacht ik, ik ga eventjes koffie maken. Net voor Flikken begint. Dan ga ik ondertussen, terwijl de koffie doorloopt, even naar de wc. En als ik dan terug van de wc ben, dan is mijn koffie klaar. Hoef ik er alleen nog melk en suiker in te doen. En zit ik klaar voor Flikker Maastricht. Nou, dat was eventjes een domper. Want ik was nog niet bij de wc of de klep van de Senseo vloog open. En daarna wilde de Senseo ook niet meer aan. Dus ik heb toen maar een kopje thee gezet. En als je dat niet gewend bent, moet je daar heel veel van plassen. Maar goed, dat betekende dus dat ik dat de Senseo heb begeven had. Ik was toevallig 2 weken terug, kwam ik langs de expert heen. Er stonden Senseo's voor het raam. Ik zag er een staan, die zag er wel mooi uit. Qua prijs was het op zich ook nog wel te doen. Ja, het doet altijd weer pijn als je dat weer zoiets weer moet kopen. Maar ja, goed, ik hou heel erg van koffie. En ja, ik heb gewoon het idee dat bij mij heel vaak alles tegelijk kapot gaat. Maar ja, oké. Toen was ik afgelopen donderdag even bij de marskramer. Want mijn coach die ging daar even wat kopen. Dus zij stond in de rij om af te rekenen. Dus ik zei tegen haar, ik ga even bij de Senseo's kijken. Of diegene er ook stond die ik had gezien. Nou, die stond er ook. Die zag er in het echt heel mooi uit. Ze hadden trouwens niet de kleur die ik wilde. En hij was daar ook nog een stuk duurder als bij de expert. Dus toen zei ik gisteravond in de groepsapp van,
Nou, ik zei, CEO is ermee opgehouden. Dus Nathalie zegt, oh, wat is er dan? En ik had het een beetje uitgelegd wat er gebeurd was. Dus toen zegt ze, nou, ga je een andere kopen? Ik zeg, ja, dat ben ik wel van plan. En ja, ze zegt, wanneer ga je dat doen dan? Ik zeg, ja, denk donderdag. Want ik dacht, ga ik hem bij de expert wel halen? Ja, zegt ze, of bij Mediamarkt. Ik zeg, ja, maar daar kom ik niet. Toen zegt ze, van welke wil je hebben dan? En zei ze, nog duur. Ik noemde de prijs. Nou, zij vond het op zich nog best wel prijzig. Ja, weet je, ik vond het op zichzelf, voor een CCO viel het nog wel mee. Maar ja, goed, het is allemaal een beetje, ja, allemaal altijd een beetje aan de prijs natuurlijk. Dus, nou, ik had een plaatje gestuurd en ze zegt, ja, zegt ze, of je gaat het bestellen. Ik zeg, ja, ik zeg, dat kan. Maar het nadeel vind ik, ik heb dus de laatste keer gehad op zaterdag, 2 weken terug, dat ik een pakketje zou krijgen. En die hebben ze toen naar het PostNL-punt gebracht, want het ligt er echt aan wie je hebt. Want normaal gesproken zetten ze pakketjes bij mij altijd op een plek neer, waar niemand ze ziet en waar ik ze dan wel gewoon vind. En hun zijn hun pakketje kwijt. Dus ik was alweer bang. Ik denk, ja, zo meteen bestel ik die CEO, die komt vandaag. Dat die nou, ook weer naar zo'n punt gebracht wordt. En er zit altijd dan zo'n druk op dat je hem binnen een bepaalde tijd op moet halen. Nou, toen zegt ze, nou, ik kom toevallig morgen nog in de buurt van de Mediamarkt. Zal ik er anders eentje voor je halen? Ik zeg, oh, nou, als je dat wilt doen, dat zou super lief en fijn zijn. Ja, zegt ze, dat is goed. En toen keek ik op de site van Mediamarkt. En dan was hij nog goedkoper als bij de expert. Dus zij had eventjes ook gekeken bij de Mediamarkt waar ze moest zijn. En daar was de voorraad niet heel hoog. Dus ze heeft hem gereserveerd en die heeft ze opgehaald. Dus ik heb de foto binnen. Welke ze heeft gehaald. Als mijn telefoon wil ontgrendelen. Ja, het is heel vervelend. Er zit echt een barst in mijn screenprotector. En ik blijf er elke keer met mijn hand achter haken. Eventjes kijken hoor. Waar is de foto? Hier ook. Hier staat hij al in de achterbak. Dus die krijg ik dan morgen. Want die heeft ze dus voor mij gehaald. Dus dat is heel fijn. Verder heb ik gisteravond dus lekker Flikker Maastricht gekeken. Was heel spannend. Heb ik weer van genoten. Ik heb nog een klein stukje gezien van het Nederlands elftal. Nou, dat was niet om aan te zien, want toen ik inschakelde stonden ze al met 3-0 achter. De helft van de groep die had Kip Kerry gegeten en die is er ziek van geworden. Nou ja, dit team wat er stond, het was eigenlijk niks. Dus ze hebben uiteindelijk met 4-0 verloren. Toen heb ik nog even een spelletje gedaan. Ik heb eventjes mijn video in elkaar gezet. Mijn blogpost geschreven. Toen ben ik de laatste aflevering van de Netflix-serie gaan kijken die super spannend was. Ik had het einde niet verwacht, maar ik kan hem zeker aanraden. Triada op Netflix. Hele goede serie. Daarna heb ik weer eventjes naar Undercover. Nee, niet Undercover. Die serie op Videoland gekeken. Ik zal de naam even opzoeken. Ik weet het zo eventjes niet. Dat was ook wel weer leuk. En toen ben ik lekker naar bed gegaan en heb ik mijn boek gelezen. Dus dat was allemaal prima. Ik ga zo meteen even stofzuigen. En dan ga ik ook eventjes de plek schoonmaken waar de Senseo stond. Dan kan deze alvast daar weg. Want dan kan morgen het nieuwe er staan. Ik ga eventjes mijn kwasten wassen en even foto's maken. Omdat ik morgen dus weg ben. Dus dat is eventjes voor nu de planning. Ik moet eventjes de beelden op mijn harde schijf zetten, zie ik nu. Want het kaartje is bijna vol. Ik moet wel zeggen, met deze is het kaartje sneller vol. Dus misschien moet ik een keer een grotere kopen. Maar goed, dat ga ik eventjes doen. Dus ik ga jullie weer gewoon meenemen. Dus ik ga een muziekje aan doen en eventjes lekker aan de gang. Dus ja, dat is voor nu de planning. Ik heb even fotospullen gepakt. Ik ga nu voor de High Shine Topcoat van Max & More om die eens even te proberen. De andere producten vond ik nog niet fantastisch, maar misschien dat deze beter bevalt. Dan heb ik hier de Mattifier All Control Primer. Hier zit een Willow Bark extract in van Catrice. En het Welcome to Miami oogschaduwpaletten van Essence. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dus hier ga ik nu eventjes fotootjes van maken. Dan is dat ook weer klaar. Het regent inmiddels echt als een malle. Kijk, als je naar buiten kijkt. Het is zo aan het regenen. Dus dat maakt het gelijk heel donker in huis. Maar ik vind het wel gezellig. Maar goed, nu eerst eventjes foto's maken. Dan is dat ook weer klaar.
Nou, kijk eens eventjes wat een mooie lege plek. Ja, mijn colaatje staat hier, maar dit is dus lekker allemaal schoongemaakt. Er zaten best wel wat vlekken, terwijl ik het regelmatig schoonmaak, maar het had dus gelekt. En hier kan dan de nieuwe Senseo even naar, want er zit nog even mijn vriend, de thee. Maar ik vind het wel weer heel mooi. Het tegeltje is ook gelijk weer schoongemaakt. Dat is wel weer heerlijk. Dus blij mee. Zo, de regen klettert nog gezellig op het raam hier. Misschien hoor je het wel. Ik weet niet of hij dat vastlegt, maar het is wel heel gezellig. Ik kreeg trouwens de vraag welk statiefje ik momenteel gebruik. Ik gebruik momenteel deze van MojoGear. Maar ik moet wel zeggen, deze is met de camera die ik nu heb niet zo heel fijn. Dus ik zou met de tijd wel graag die, het statief van Sony zelf willen. Maar ja, die is best wel duur, dus... Ik heb nou deze maand al best wel veel uitgegeven. Dus dat komt wel eventjes. Voor zolang ik het red met deze is het goed. Maar ik moet wel zeggen, hij draait niet zo lekker vast op deze camera. Maar ik gebruik dus momenteel deze. Ik ben eigenlijk best wel blij met wat ik heb kunnen doen. Die hele plek is natuurlijk schoon. Ook wel lekker om even de airfryer eraf te halen. En ook eventjes mijn waterkoker. Dat is allemaal heerlijk schoon. Ik heb... de kwasten gewassen. Ik heb er een paar achtergehouden vanmorgen, omdat ik nog make-up op moet. Ik heb de foto's lekker gemaakt, maar dat hebben jullie kunnen zien. Daar heb ik jullie mee meegenomen. Ik heb al kleren gepakt voor morgen, dus dat is ook fijn. Dus ja, was eigenlijk wel lekker een productief middagje, maar ik ben wel lekker bezig geweest. Ik had lekker mijn muziek aan, ik zat af en toe even lekker mee te brullen. Vind ik al zo lekker, hè. Ik kan in gevoel geen mee te zingen, maar ik hou er wel van. De katten hebben nu net lekker gegeten. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Ik moet nog wel even de groenten afhalen. Want dat doe ik normaal op zondag. En morgen ben ik er dus niet. Dus leuk hoor, die lipgloss. Overal haartjes. Dat ga ik wel eventjes alvast doen. Dan heb ik dat klaar. Nou, dan eten. En vanavond weer lekker weet ik veel. Het is als goed is de laatste aflevering. Dus ik hoop nog even één keer een goed cijfer te halen. Maar dat is ook wel weer leuk. Daarna nog even de alles kunnen kijken. Ik denk nog even lekker mijn restaurant game doen. Dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Dan ga ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. En ik heb nog geen idee welke. En daarna nog eventjes. Ik weet weer hoe de serie heet. Hij heet... Oh, jeetje. Net had ik het in mijn hoofd. Hoe erg is dit? Incognito heet die. Dat is de naam. Dus die serie ga ik nog wel even kijken. Dan ga ik mijn boek lezen en dan ga ik ook lekker slapen. Want we zitten vannacht natuurlijk met dat uur. Dus ja, morgen moet ik een beetje voor mij doen. Al wat vroeger uit bed. Want ik denk dat ik op tijd word opgehaald. Maar dat heb ik nog niet gehoord van Nathan. Maar dat hoor ik wel. Dus ja, dat wordt mijn avond verder. Ik ga nu even lekker relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want nu ga ik verder eventjes niks meer doen. Dan eventjes lekker relaxen. En eventjes gewoon nog wat dingetjes voor mezelf doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 26 maart. Ik ben klaargemaakt. Het is 11:50. Dus ik heb nog even Nathalie van Kalente. We zijn hier om 12:30. We gaan dus naar de verjaardag van de vriendin van mijn vader. Dus ik kan nog even de stofzuiger doorheen trekken. En even rustig mijn drink opdrinken en dat soort dingen. Net even het cadeau in de tas gedaan. Het cadeautje voor Lente. Dus dat is allemaal prima. De klok is natuurlijk vooruit gegaan. Ik moet zeggen, ik voel me redelijk fit. Had ik niet verwacht, want ik ben normaal meestal een beetje zombie-achtig. Maar het gaat nu redelijk goed. Nou ja, gisteravond heb ik weer weet ik veel gespeeld. Het was echt een drama. Dat ging niet zo goed. Ik heb maar een 5 gehaald. Dat vond ik wel jammer. Maar ja, goed, je kunt niet altijd een goed cijfer halen, helaas. Daarna heb ik even de alles kunnen gekeken. Dat is ook weer leuk en even mijn restaurantgame gedaan. Want de pizza oven is nu beschikbaar. Dus die kon ik er nu opzetten. Dat was wel leuk. Dus die had ik eventjes gedownload. Maar dat heb ik na de tijd gedaan. Ik heb hem nog niet gebruikt. Want ik bedacht me ineens toen ik aan het spelen was. Oh ja, die kan ik erop zetten. Dus dat heb ik nu gedaan. Toen heb ik de vlog voor een groot gedeelte in elkaar gezet. Alleen de zaterdag heb ik niet gered. Want de laptop was een beetje traag. En... ik heb ook het idee dat deze camera wat de beelden wat groter zijn. Dus ik zit met de tijd wel te denken om nog een keer een wat groter kaartje te kopen. Want deze is dan wat dat betreft niet zo heel groot. En dan moet je hem vrij vaak legen. Dat maakt het lastig. Dat is niet zo heel belangrijk. Dus toen ben ik met een nieuwe serie begonnen. En dan moet ik eventjes kijken hoe die heet. Dus ik heb er een foto van gemaakt.
Dat ga ik op de laptop al even kijken van waar heb ik zin in op Netflix. En toen kwam ik met een serie uit. Maar dan moet ik even kijken hoe die heet hoor. Als ik daar de foto nog van heb. De serie heet The Night Agent. Die kwam als een vrij goede uit de bus. Heeft 10 afleveringen. Het is ook een nieuwe serie. Heeft veel likes. Ik had een vrij hoge matchscore. Dus die ben ik nu aan het kijken. Dus dat was op zich wel spannend. En daarna heb ik weer gekeken naar... dan moet ik weer even nadenken hoe die serie heet. Ik zit elke keer met Undercover in mijn hoofd, maar zo heet het niet. Ik weet het weer eventjes niet. Ik zal het weer even in beeld neerzetten. Ik ben de naam eventjes kwijt. Ik ga nu even de stofzuiger er doorheen trekken en even zorgen dat alles klaar staat. En dan ga ik straks de deur uit. Wie weet dat ik jullie nog eventjes mee kan nemen, maar dan moet ik eventjes kijken. Dus ik ga zo in ieder geval, ik ga even mijn dingen doen en dan ga ik weg. Dus ik zie jullie sowieso later weer. Is natuurlijk veel leuker. Die even kijken of dat gaan we eerst openmaken. Dank je. Ja, een cadeautje, hè? Dat is... Oh, ik krijg ook wat. Voor Bianca. Oh ja, ga maar openmaken. Ga je mij helpen? Moet je het daarna wel weer teruggeven? Dat moet ik hier opleggen. Kan je het makkelijker openmaken? In overeenstemming altijd. Ja, hij gaat boven slapen. Of in het huisje beneden. Ja, dat klopt. En hier? Ja, daar is het huisje. En daar is nog een ander huisje. En bakjes met eten voor de hamster. En een beetje water. Ja. Ja. Hier is een opa. Ja. Ik ga hem openmaken voor Bianca. Knap hoor. Netjes, zo. Echt een meisje dan, niet op de laatste plaats. Ja. Ah, nee. Twijfel nog een jaar. Dat geeft niks. Nou, ik heb nog nooit een kind zo netjes een cadeautje open zien maken. Echt waar, serieus. Ja, alle geduld. Ja, echt hè, prachtig. Wat goed. Achterdeur is open, toch? Ja. Ja, ja, de voordeur is open. Ja, dan moet hij wel open zijn. Is hij open? Ik vind het graag. Leuk, zeker. Kippa. Wat heb je? Een Peppa. Peppa? Ja. Oh, wat heb jij voor Peppa dan? Pak het maar. Oeh, een haarband. Oh, mooi. Moet ik hem in je haren doen? Ja. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben moe. Ik heb net lekker gedoucht. Normaal gesproken douche ik heel uitgebreid op zondag. Ik had er de puff niet voor. Ik heb gewoon even snel gedoucht. Ik denk, doe het morgen wel. Ik ga mijn nagels zelfs niet meer doen. Het is allemaal best laat geworden, maar dat geeft op zich niet. Het was wel heel gezellig. Ja, er waren best wel veel mensen die ik ook nog nooit had gezien. Maar desondanks was het wel gewoon heel gezellig. Heerlijk genoten van Lente die bij me op schoot wilde knuffelen. En heerlijk aan het kletsen was en ook een beetje bij iedereen liep. Dat was wel heel leuk. Ja, dat was wel echt superleuk. Cadeautje vond ze ook heel leuk. Het mocht gelijk in de haartjes, dus... ja, het was heel leuk. Toen ze naar mijn moeder ging ook, toen moest het ook in de haartjes. Ik heb de Senseo ook niet meer uitgepakt, want ik moet eerst nog weer doorlopen. Ik heb vanmiddag al 2 bakjes koffie op, dus ik heb zoiets, weet je, het komt wel.
morgen ga ik het allemaal wel doen. Ik heb nog een dingetje voor mijn moeder gehad. Die zal ik ook morgen even laten zien. Want voor nu is de rekte wel uit. Ik was eigenlijk op zich nog wel fit toen. Ja, ik had het idee dat ik niet zo heel lastig vond u. Maar nu ja, laten we beginnen een beetje in te kakken. Maar goed, komt allemaal goed. Ik ga nu eventjes nog lekker televisie kijken. En even mijn foto's bewerken. Mijn series kijken. Dan ga ik straks lekker naar bed. Of straks, nou ja, later op de avond ga ik naar bed. En dan ga ik jullie ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan eventjes lekker relaxen. Eventjes nog een spelletje doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 27 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik ben lekker bijgeslapen. Ik was gisteravond op een gegeven moment best wel moe. Maar ik heb lekker bijgeslapen. Dus dat was heel fijn. Na een gezellige dag eigenlijk, middag. Ik heb gisteravond nog even wat tv gekeken en eventjes lekker mijn restaurantgame gedaan. Ik zal jullie daar binnenkort een keertje in meenemen, want het is echt heel erg leuk. Ik heb de foto's nog eventjes bewerkt. Ik moet nog even eentje doen, want de katten die wilden natuurlijk ook wel even aandacht. Die wilden heel erg veel knuffelen, dus daar kwam ik toen niet meer aan toe. Toen dacht ik, nou weet je, ga ik gewoon even met hen knuffelen. En toen ben ik lekker ook mijn Netflix-serie gaan kijken. En daarna nog eventjes Videoland. Toen ben ik lekker naar bed gegaan, heb ik lekker mijn boek gelezen. En toen ben ik ook eigenlijk best wel snel in slaap gevallen. Dus dat was op zich wel fijn. Vandaag heb ik wel even wat dingen op de planning. Ik ga zometeen allereerst eens een sale met jullie unboxen, want dat gaat lekker op zijn plek. Ik moet de kattenbakken doen, die stinken nu echt een uur in de wind. Dat is voor iedereen fijn, voor de katten, maar ook voor mij. Ik moet even een was draaien. Ik ga de gang doen en de douche. Dus wat dat betreft gewoon even de standaard klusjes. Dus dat ga ik zo even doen. Maar ik ga nu eerst even met jullie de Senseo unboxen. Ik moet wel zeggen, ik werd wel weer wakker met niet zulke gezellige berichten. Ik zag allereerst dat cabaretier Wim de Bie was overleden. Nou, die ken ik niet echt. Ik weet dat hij van Cote en de Bie is. En toen las ik later dat ook die persvoorlichter van PSV al is overleden. Dat is heel snel gegaan. In een maand tijd. Want ik weet nog dat dat bericht naar buiten kwam dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij had leukemie. En toen heeft hij in februari te horen gekregen dat er niks meer aan gedaan kon worden. Toen heeft hij mensen opgeroepen om dan stamceldonor te worden. En nu las ik het bericht dat hij al is overleden. Dus dat is echt wel heel hard gegaan. Dus dat zijn allemaal niet de gezellige berichten. Maar ja, goed, het hoort helaas wel bij het leven. Maar goed, ik ga het nu eerst jullie even op het statief zetten en dan ga ik even de Senseo erbij pakken, zodat ik jullie die kan laten zien. En die gaan we dan op zijn plek zetten en ook gelijk even doorspoelen, zodat ik vanavond weer lekkere koffie heb. Dat was wel heel grappig, want ik kwam gisteren in de keuken bij de vriendin van mijn vader en dan zag ik hem ook staan. Ik zeg, hey, die heb ik dus ook gekocht. Alleen die had hem met grijs en ik heb hem dus helemaal in het zwart gekocht met goud, want dat vond ik dan ook weer een mooi matchen met de airfryer. Ik ga hem erbij pakken en dan gaan we hem eens eventjes openmaken. Hier is die, mijn nieuwe Senseo. Het is de Senseo Select. Ik had zelf de Senseo Switch. En die werd overigens nog steeds verkocht. Ik kan wel even een plaatje in beeld neerzetten. Ik heb heel erg getwijfeld of ik die misschien opnieuw moest gaan kopen. Maar ik dacht toch, nee, ik ga het niet doen. Omdat ik er ook wel wat problemen mee heb gehad. Ik heb hem bijvoorbeeld al een keer op moeten laten sturen omdat de deksel begeven had. Toen dacht ik toch, nou ja, goed, weet je, dat ga ik ook maar niet meer doen. Dit is ook weer een wat nieuwere variant. Dus het is de Senseo Select. Je hebt hem in diverse kleuren. Je hebt hem dus ook in combinatie met grijs. Je hebt hem in combinatie met wit en in combinatie met rood. Maar dit is hem. En ik ga nu de doos met jullie openmaken. Dus ik ga jullie eventjes een beetje naar beneden zetten. Ik moet eventjes een beetje draaien hieraan. Anders doet de draaikop het niet. Hier zit de opening. Oh, hoe werkt dat? Oh, aan twee kanten. Oké. Deze is volgens mij ook al van helemaal ecologisch gemaakt en zo. Nou, hier hebben we uiteraard de stekker. Dan hebben we hier even het boekje. Die moet ik zometeen eventjes goed doorlezen, want hij moet even doorgespoeld worden natuurlijk. Nog een boekje. En hier is hij dan, de Senseo. De doos komt even aan de kant. Dan gaan we hem eruit halen. Ik
Zo, dit zit allemaal aan elkaar vast. Oh ja, zo werkt het een beetje. We hebben hier allereerst het plateau waar het mokje op komt te staan. Hier zit een sticker op, die ga ik er gelijk even afpeuteren. Ik ben wel blij dat ik mijn nagels nog niet heb gedaan, want die had ik nu waarschijnlijk wel weer heel erg verpest. Door dit uit te pakken. Dat zit goed vast. Ik doe hem maar even zo hierin. Dan hebben we hier gewoon hoe die open gaat. Oeh, fancy. Dan hebben we hier een bedhouder. Dit is dan voor één kopje, die gebruik ik het meest. Het fijne aan deze Senseo is trouwens, je kunt hem ook programmeren. Omdat hij dus kan onthouden welk kopje je het vaakste gebruikt. Je kunt hem dus zo instellen dat hij standaard op één kopje gaat. Nou ja, ik weet nog niet of ik dat ga doen, misschien. Maar dus, hij heeft dus een programmeerfunctie. Nou, het waterreservoir hier. Gewoon, die zit nu aan de achterkant. Bij mijn andere zat hij aan de zijkant. Dat is prima. Verder. Oh. Nou, even kijken hoor, hoe dat moet zo. Ik krijg hem nu even niet zo heel snel weer terug. Maar dat geeft niet, want hij moet zometeen toch gevuld worden. Oké, dan hebben we dat. En dan hebben we hier de tweede bedhouder voor twee kopjes. Die leg ik gewoon in de la, want die gebruik ik over het algemeen minder vaak. Ik ga hem eventjes naar de keuken brengen. En dan ga ik hem dus eventjes laten doorspoelen. En dan kan ik ondertussen eventjes mijn dingetjes doen. Dus ik ga jullie meenemen. Dan gaan we hem eens even gezellig neerzetten. Zo ziet de Senseo er dan uit. Met deze twee knoppen gaat hij zeg maar aan en uit. En hiermee kun je hem dus regelen of je een vol kopje wil hebben. Of je een sterke koffietje wil hebben. Of echt een espresso. Dus nou, hij is doorgespoeld. Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem vanavond lekker gebruiken. Zit hier nou nog... Ik heb het idee dat hier nog plastic op zit, lijkt het. Nee, toch niet denk ik. Ik ben in ieder geval heel blij mee. En ik ben heel benieuwd hoe die gaat bevallen. Dingetjes van mijn moeder gekregen. Die zal ik even laten zien. Ik had allereerst even een bakboter voor mij gehaald. Want die... Ik weet niet of ik het zou redden. Ik ben uiteindelijk wel blij dat ze die heeft gekocht voor me. Dan had ze wat sponsjes meegegeven. Die zijn ook heel handig om een keer tussendoor je... Het wastafeltje in de douche een keer te doen. Dan schijnt het heel schoon van te worden. Dus die ga ik even ook neerleggen. Dan heb ik hele leuke happy socks gekregen met katjes erop. Het zijn wel hele leuke. Welke maat is dit? Nou ja, super leuk met katten. Ik vind happy socks altijd heel erg leuk. Dus deze zijn natuurlijk wel extra speciaal met katten erop. En ze had een hele leuke vaashanger nog gegeven. Ik denk dat ik die zo even leuk op de deur ga ophangen. Die is natuurlijk wel heel leuk met die eitjes erop en zo. Dus dat was nog super leuk. Dat had ik nog eventjes van mijn moeder gehad. De
krans hangt. Ik heb hem gewoon aan de andere achterkant vastgemaakt, want er hangt toch een, ik kan het wel even laten zien, zeg maar. Wacht even hoor. Er hangt hier een hanger, dus daar heb ik hem even zo aan vastgeknoopt. Dus ik vind het wel gezellig zo. Hij had misschien iets meer naar de andere kant gekund, maar als je voorzichtig bent, het hangt wel heel fijn. Ik vind het wel gezellig. Zo staan echt leuk voor de Pasen, dus ja, heel leuk. Zo, ik heb alles lekker klaar. De douche is schoon, de gang is schoon, de kattenbakken zijn schoon, het ruikt allemaal weer lekker fris. De was is helaas nog niet klaar. Ik dacht dat ik een stand had gevonden dat die iets minder lang duurde, maar die is nog niet klaar, dus daar moet ik gewoon nog eventjes op wachten. Maar ik ben wel blij met wat ik heb gedaan. Leuk de krans opgehangen. Ja, ik zit te twijfelen of die toch meer naar de andere kant moet, maar ik weet het niet. Misschien was meer naar het midden ook wel leuk geweest, maar dat zou ook nog kunnen veranderen. Maar wel blij. Dan straks hoop ik als de was klaar is, kan die lekker de droger in. Ik ga even de sokken opruimen, even de andere spullen opruimen en dan ga ik zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten maken. Ik ga dus vanavond mijn nagels doen, dus deze lak gaat er straks af. Ik ga dus ook even uitgebreid douchen, want dat heb ik dus gisteren niet gedaan. Vanavond is het gewoon weer tijd voor de meilandjes en ga ik natuurlijk genieten van mijn nieuwe koffiezetapparaat. Ik ben heel benieuwd hoe dat werkt, dus daar heb ik ook wel zin in. Verder ga ik nog even gamen. Ik moet een extra video in elkaar zetten voor morgen. Ga ik daarna eventjes lekker mijn blogpost schrijven. En verder met mijn Netflix-serie. Daarna nog eventjes Videoland. En dat is het dan ook wel. Dat is trouwens nog grappig. Ik kreeg gisteravond nog een appje van Nathalie. Je bent te vroeg geweest met het kopen van je Senseo. Want hij was dus nu bij de blokker nog goedkoper in de aanbieding. Ja, een blokker heb ik ook niet. En nu heb ik hem tenminste ook al. Dus ja, goed. Dat soort dingen gebeuren bij mij heel vaak. Ik zal niet de enige zijn. Hoeveel mensen hebben dat wel niet. Maar ik ben het weer heel blij met wat ik allemaal heb kunnen doen. Ik ga nu dus lekker relaxen. Vanavond dan na Netflix ook nog eventjes lekker Videoland kijken en mijn boek lekker lezen. Ik denk dat ik hem bijna uit heb, dus daar heb ik ook wel zin in. Ik ga dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 28 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik ben een klein beetje verkouden. Ik merk dat ik... Ja, ik ben zondag aan het werken zonder jas naar buiten gevallen. Want dat is mijn eigen schuld, had ik misschien niet moeten doen. Maar ja, goed, ik had het al gedaan. En ja, ik merk dat ik daar een beetje verkouden door ben. Maar komt wel weer goed. Ik heb mijn nagels gedaan. Laat ik ze scherp stellen. Ze zijn blauw en dat is dus dit lakje. Deze. Oh. Die van My Little Pony. Deze heeft de naam C03. Happy Skydancer. Dus die heb ik gisteravond even opgedaan. Ik heb gisteravond voor het eerst koffie gedronken uit mijn nieuwe Senseo. Beviel echt super goed. Ik moet wel zeggen, de reviews die waren niet al te best. Heel veel mensen zeiden, ja, het waterreservoir lekt. Ik heb hem alweer teruggestuurd. Nou, je moet het waterreservoir ook niet tot de nok toevullen, want dan gaat hij inderdaad lekken. Ik moest zelf al even wennen dat hij er nu weer aan de achterkant in moest. Omdat ik luxe gewend was dat hij aan de zijkant erop ging met een deksel. Maar dat is gewoon eventjes een kwestie van wennen. Ik had ook een foto in de groepsapp gestuurd van toen die stond. Ik dacht, het is voor Nathalie ook leuk om te zien. Omdat ze best wel veel moeite heeft gedaan om hem voor mij te halen. Toen zei ze, oh ja, heel leuk. Ze zegt, maar de belangrijkste vraag, hoe beviel de koffie? Nou, die was super lekker. Ik heb gisteren een cappuccino gemaakt. Dus ik heb hem zeg maar op het middelste knopje gezet. Voordat hij dan hoeveel koffie die geeft. Dus ja, het beviel eigenlijk super goed. Dus ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee. Dus heel fijn. Ik vind hem gewoon heel mooi staan. Dus dat gaat eigenlijk allemaal perfect. Dus ja, super fijn. Ik moet wel even wennen. Er zit geen aan- en uitknop meer aan. Als je hem aan wilt drukken, moet je zeg maar gewoon op het knopje drukken. Bijvoorbeeld als je één kopje koffie wil, dan druk je gewoon de één knop aan. En dan warmt hij op en dan gaat hij koffie geven. En de vorige Senseo's die hadden allemaal een aan- en uitknop. Maar dat heeft deze niet meer. Maar het gaat eigenlijk prima. Ook gewoon het geluid is heel goed. Weet je, het is niet overdreven hard geluid of zo. Dus ik ben er eigenlijk wel heel, heel blij mee. Ik heb gisteravond lekker naar de meilandjes gekeken. Was wel weer heel leuk. Dus dat was heel fijn. Ik heb daarna nog een klein stukje van Nederlands elftal gezien. Nou, dat was ook niet super goed hoor. Ze hebben wel gewonnen, maar ik heb er nog niet zo heel veel vertrouwen in.
Ik heb even lekker gegamed. Toen heb ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Het ging, ja, was gewoon even wat meer werk dan ik had gedacht. Toen heb ik lekker mijn serie gekeken op Netflix. Echt een aanrader hoor, deze serie. Heel spannend. The Night Agent heet hij volgens mij, als ik het goed zeg. Ik ga het even nakijken. Voordat ik weer dingen zeg die weer totaal niet kloppen. Even kijken hoor. Heet die zo? Ja, dat klopt. Maar een hele goede serie. En daarna nog even Videoland. Ik ben mijn boek gaan lezen. Ik had eigenlijk gedacht dat ik hem uit zou krijgen. Maar dat is nog niet gelukt. Ik heb nu een beetje last van hoofdpijn. Want ik heb niet al te best geslapen. Nagedroomd en dat soort dingen. En dan word ik altijd een beetje abrupt wakker. En dan heb ik een beetje hoofdpijn. Maar ik heb een aspirintje genomen. Ik ga zo meteen eventjes stofzuigen. Ik moet even het kaartje legen. Want er zit nog maar 7 minuten aan filmtijd op. Ga ik een video opnemen. Ik ga de was even naar boven brengen en dan ga ik nog even diamond painten. Dus ik ga even het kaartje legen. Dan kan ik ondertussen mooi eventjes de stofzuigen en dat soort dingen. En dan ga ik eventjes een video opnemen. Dus ik ga jullie gewoon mee meenemen. Dus tijd om even wat te gaan doen. Trouwens, ik had nog gezegd dat er een screenprotector binnen zou komen voor de camera. Maar dat was dus een verkeerde die binnen is gekomen. Dus die heb ik weer teruggestuurd. Dus ik wacht nog op de terugbetaling. En als die is gebeurd, dan ga ik eventjes een nieuwe bestellen. Maar dat is dus niet helemaal goed gegaan. Dat was wel jammer. Maar ja, goed, daar doe ik niet zo heel veel aan. Dus ik ga gewoon even op zoek naar een andere. Het stond toch iets anders beschreven dan dat het uiteindelijk was. Dus die paste niet. Maar die kon ik dus gewoon terugsturen. Maar bij Amazon doen ze er best wel lang over om een terugbetaling te doen. Want hij is afgelopen donderdag al gestuurd. Maar goed, dus nog geen screen protector, maar die komt er zeker nog. Dus dat wilde ik nog even kwijt, omdat ik daar de vorige vlog over had gepraat. Deze Slimpy koud gelegd. Die ga ik vanavond proeven. Ik ben wel heel benieuwd hoe die smaakt. Ik heb hem nog nooit op, maar ik vond hem er wel lekker uitzien. Dus ik ben heel benieuwd hoe die gaat smaken. Zo, de laatste brokjes worden lekker opgegeten. Ik zal er even zo gaan zitten. Het is zo gewoon om in die hoek te gaan zitten. Maar ja, omdat ik dus met die bril schijn. Ik moet wel zeggen, ik heb geprobeerd het al een beetje uit te zoeken. Ik ben een beetje met de instellingen bezig geweest. Ook via YouTube, maar dat is nog best wel moeilijk. Maar ik hoop dat het goed komt, dus sorry als je er echt heel veel last van hebt. Ik weet op dit moment nog niet zo goed hoe ik het kan verhelpen. Ja, de bril afzetten, maar dan zie ik zelf zo weinig, dus dat haalt niet zo heel veel uit. De katten hebben net lekker gegeten. Ik heb lekker mijn dingen gedaan, de video opgenomen, dat ging vrij vlot. Ik heb de was even in de kast gelegd, dat was ook wel fijn. Eventjes mijn tas opgeruimd, want er zaten ook heel veel bonnen en dingen in, die heb ik allemaal weggedaan. Voelt ook altijd wel weer fijn aan. Ik kon op een gegeven moment niks meer vinden. Ik had er van het weekend ook nog een lipgloss in gedaan. Ik denk, ja, dan kan ik het een keer bijwerken mocht het nodig zijn. Maar die kon ik ook al bijna niet meer terugvinden. Dus soms heb je dat. Verder heb ik dus eventjes lekker diamond painting gedaan. Dat was ook wel weer heel fijn. Met de katten niet altijd handig, want die vinden dat heel interessant. Maar ik ben lid van een kattencommunity. En daar las ik ook al dat heel veel mensen daar ook wel last van hebben die het interessant vinden. Maar meestal van die katten gaan erbij zitten. Die van mij die gaan zo'n ding aflikken. Het was op zich gewoon een lekkere middag. Ik merk nog steeds dat de hoofdpijn niet helemaal weggetrokken is. Dus ik ga zo meteen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is er na GTS niet zo heel veel op tv. Dus ik denk dat ik even wat ga terugkijken. Misschien wel even Marble Mania. Vind ik op zich wel leuk. Ik ga sowieso nog even gamen. Dan ga ik de vlog afmaken. Dan ga ik de foto's bewerken en dan ga ik weer verder met de Night Agent. Ik ben heel benieuwd hoe dat nu verder gaat, omdat het echt heel spannend is. En dan ga ik aan het tweede seizoen beginnen van Vrouwenvlucht. Want gisteren was het eerste seizoen afgelopen. En het is een hele oude serie, maar het is best leuk om naar te kijken.
En daarna ga ik even lekker mijn boek lezen. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten, want ik heb het idee dat die alweer heel lang is geworden. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!